Bom. Dit is liefde. Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. We zijn eventjes in de morning rush. Jola, die moet weg. Je moet naar gym. Jo. Ja, maar dat... Ja, nu. Ja. Oh, ruikt zo lekker naar het Twitter. Lekker, hè? Ik ben me eventjes aan het klaarmaken, want ik ga zo naar een eventje van Jules. Je weet wel, de kinderwagen die we hebben. Leuk jasje, hè? Ja, toch? Staat hij leuk? Ja? Ga je even vloggen? Moet je ook even zo doen, hè? Zo. Hé, hey, mensen! Hey! Hey! Ja, niet zo lang draden. John, je lijkt je vader wel. Zo, daar zijn we dan. Under the way. Mooie tijd ook echt. Het was echt een race tegen de klok. Ik moest nog voeden. Toen moesten we nog alles overzetten, want ik moest met de Tesla, want anders paste de wagen niet in de auto. En nu ben ik er en de rit heb ik niet gevlogd, want die was in één woord te beschrijven, namelijk vreselijk. Want Jax begon te huilen en ik kon nergens stoppen, omdat ik vast stond in het verkeer. Maar we zijn er. Even zoeken. En het zonnetje gaat wel een beetje schijnen, jongens. Dus het wordt toch nog een topdagje. Zo'n fiets moet ik ook hebben, dan kom ik tenminste nog eens ergens met al die koffie. Oké dan. Wil je ook voor de binnenkant lichte kleurprijs of liever donkerder? Ik denk dat het contrast mooier is met licht en dan de buitenkant donker. Hè? Dus dat zie je beter, denk ik, of niet? Ik denk dan ja, niet helemaal die, maar die. Die. Top. Oh, wat lekker. Wauw. Wow. Wie is erbij? Ben je erbij? Lig je lekker? Dit is de nieuwste Jules. En dit is het parcours. Wee! Met één hand. Wow! Kijk eens wat een mooie, super mooie draagzak. En dan slaapt hij natuurlijk weer net wanneer je de auto in wilt. Oh, schatje toch. Hij is zo lief, hè. Zie je hoe hij die speen vast heeft? Dit is de real deal van de terugreis. Arme Jax. Want hij is zo super lief geweest. Ik vind het niet eens erg dat hij nu huilt, want ik snap het. Maar toch, rijden met een huilend kindje op de achtergrond is echt verschrikkelijk. Zo, ik heb zojuist weer even allemaal hapjes gemaakt voor Jax. Broccoli en bloemkool en worteltjes gewoon bij elkaar gegooid, gekookt, helemaal geblenderd en in de ijskast gestopt. Vriezer bedoel ik, in de vriezer gestopt. En een potje gemaakt voor hem natuurlijk. Hij heeft echt serieus. Dit bakje was half vol. En ze heeft hij helemaal leeg gegeten. Echt zo goed. En wij gaan nu Chinees eten. Bart is Chinees halen met Jola. Hallo, zaterdagochtend. Met twee schattige kindjes op de bank. Dit is ons dekentje. Superlekker. Ja, deze is van Kuka. En dit is gewoon zo'n eenpersoons... deken. En die is lekker voor op de bank. Het is gewoon het lekkerste ooit. Hallo. Goedemorgen. 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 Zaterdag. Zaterdag. Het is weekend. Want het is weekend. En we zijn vrij. En we gaan sporten. Zo. Nog eventjes voordat ik ga sporten. Ja, ik ben al ready. Boodschapje doen met deze mooie wild boy. Je ziet hem helemaal niet. Hoi. 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 Hoi, wat mooi van me. Zo blij met dat ding. Hij is zo cool. En joh? Ja, dit is helemaal geweldig. Romy loopt ook tegenwoordig zelf.
Nou, heb je ook je dubbeldekker voor niks. Ja. Ja, maar dat houdt ze niet helemaal vol. Lola kan een nieuwe draai. Wow. Oké, jongens, daar ben ik weer. Dit keer echt rustig aan. Tisna. Wat vriendjes te eten, oftewel gewoon mijn vriendin en vriend die hier in de buurt wonen. Kennen jullie misschien van de vlogs, net zoals Romy, kleine lief Romy en Thijs die er nu ook bij is, die pas is geboren. Ik ga kofta maken, het moest gezond zijn, dus dat doen we dan maar. Met rijst en dat doe je met gehaktballetjes normaal, maar ik heb vegetarische balletjes. En voor de eters die langskomen, toch wel vlees. Het is de eerste keer dat ik het ook gewoon zelf maak zonder een pak, zo'n knorpak te gebruiken. Want die gebruik ik eigenlijk bijna nooit meer. Want ik gewoon dingen zelf wil maken. Zo, Jack zit ook lekker aan tafel. Hoe kan je een stukje hier blijven zitten? Er zit helemaal niks bij. Hallo, good morning. Zeker een good morning. Volgens mij heeft Jola jullie iets te vertellen. We gaan naar Walibi. Echt een beetje onverwachts. Ja. Dan nog van die bingo kaarten over. Dus. Tweede kaartje gratis. Weten jullie nou 100% zeker? Ja. Bom. We gaan naar Walibi. Zo, achter de mannen. En Joris is er gezellig bij vandaag. Gezellig. Nee, die hebben we lang niet gezien. Joris in de house. Nee, het is niet. En Joris het is niet Joris in de house, het is Joris in de auto. Oh, sorry hoor, Joris in de auto. Is dat ook een Daar moeten we in. Daar moeten we in. Het is echt toppie, want het is super lekker weer. Ja, echt super lekker. En we hebben net ook gezien, het is super rustig. Dat is toch eens handig om op een zondag te gaan, net na de vakantie. Nou, Jola, de eerste achtbaantje, ze komt er bijna uit hoor. Ze was zo, zo excited. Vet leuk! Ja? Ik ging recht naar beneden, ik bleef kijken. Ja? Ja, zo leuk. Ja, helemaal top. Jo is los. Dit wordt de eerste keer, Jola, dat jij over de kop gaat, toch? Ja. Oh. Zin in? Ja. Daar gaan we! Ja! Ready? Zit in rood! Ready? Ga maar zitten! Naar Jax. Gaan we zitten. Volle boppie! Wow. En terwijl alle schatjes lekker in de wildwaterbaan zitten, zit ik hier echt heerlijk rustig lekker te chillen. Jax is aan het slapen. Het is echt de ideale dag voor dit. Een zondag, helemaal niet echt super druk. En heerlijk weer. We hebben dan ook gisteren pas besloten dat we gingen, omdat we zagen dat het lekker weer werd. Dat Jola het al een hele tijd over achtbanen heeft en dat ze haar grenzen wil verleggen. Dus het is wel echt een hele goede combi. Ik ben echt trots op haar. Ze is echt in één keer in een fase in haar leven dat ze dit gewoon wil uit zichzelf. Terwijl ik een jaar geleden of zo, wanneer we nog naar pretparken gingen, vooral dan toen ik nog niet zwanger was, toen stond ze er helemaal nog niet echt open voor. En nu uit zichzelf wil ze het gewoon heel graag, ineens.
Zo raar? Dit is liefde. Oh mijn god, ik zie Jolen daar zitten. Heel klein is ze. Ik vind het bijna gewoon eng. Ik weet nog dat ik dit zelf heel eng vond. Volgens mij was ik toen ook al een stuk ouder. En nu jongens, blijft hij hangen. En dan gaat hij achteruit. Alles nog een keer doen. Kindje toch? Oh. Oh, waar is ze daar? Oh man. Ze is echt super klein. Ze kan ook overal echt maar net in, hè? Want ze is precies 1,40 meter. Mama, kom kijken hoe het erbij staat. Kijk, wow. It was all a dream. Weten jullie welke achtbaan ik het allervetst vond? Oh, wat een afsluiting. Oh. McDonald's. Zo wordt het. Zoals het hoort. Wat een dag was dat. Het was heerlijk. Thanks voor het kijken naar dit weekendje. Tot de volgende vlog weer aankomende maandag. Doei doei! Rock that joint.